Goed idee, duidelijk. Ja. Het is vandaag dan precies een jaar geleden dat Nederland in lockdown ging. Ja, en gelukkig zijn we nu inmiddels druk bezig met het vaccineren. Want een jaar, ja, dat is toch echt al een behoorlijke tijd. Inmiddels zijn er 1,8 miljoen mensen die hun vaccin hebben gekregen. En daar wordt natuurlijk keihard voor gewerkt om dat allemaal voor elkaar te krijgen. En een van de mensen die dat ook doet, is de moeder van Hugo de Jonge. Keek u ernaar uit? Nou, ja, het is meer een bittere noodzaak. Ja, we hebben nu een pool van ongeveer 2000 hulpverleners. Nou, en op deze locatie zie je nu 30 hulpverleners per shift. Maar hier worden 800 à 900 prikken per dag gezet en dat schaalt op naar 1600. We hebben nu genoeg mensen, maar we zien de opschaling om genoeg prikken te kunnen zetten in de komende weken. Dus we hebben heel veel extra handen nodig om dat voor elkaar te krijgen. Vooral de oudere mensen die geprikt moeten worden, dat vind ik eigenlijk het leukste om te doen. Ja, het is altijd vaak net een soort bevrijdingsdag als je hier zit. Mensen voelen zich zo blij en gelukkig dat straks het gewone leven weer een beetje terug kan komen. Dus ja, het is een hele leuke sfeer daardoor. Het is hier altijd een vrolijke sfeer. Hugo, wat enorm mooi natuurlijk om jou en je moeder in één shot te zien. Maar ze doet dus ook nog iets heel moois, want ze is daar aan het helpen, begrijp ik. Ja, een paar weken geleden belde ze en ze zegt, joh, ik heb me aangemeld. Het verbaast me helemaal niks, want dat is echt typisch mijn moeder. Altijd hadden we mensen over de vloer die geholpen moesten worden. Altijd sprong mijn moeder ergens bij. Maar nou ja, net als heel veel andere mensen inderdaad, heeft ze zich gemeld bij het Rode Kruis. Het Rode Kruis, daar werken heel erg veel mensen om te helpen in de frontlijn van de crisis. En dus inderdaad ook mijn moeder bij het vaccineren. Maar zonder dwang van Hugo de Jonge? Ja, nee. Ja, nee niet zeker. Zo van, we hebben nog een tekort aan aantal prikkers. Nee, dus helemaal, niet, nee helemaal niet. Nee, zeker okay. Niet. Nee, mijn moeder heeft dat haar hele leven gedaan. En ze heeft zichzelf gemeld bij het Rode Kruis. Zoals heel erg veel andere mensen. Ja. En dat is heel bijzonder dat we zo mogen leunen op mensen in de frontlinie. Absoluut. Het weer nog, Lisette. Ja, mijn moeder doet het trouwens ook. Goed. Ja, het weer. Ik zou je